vrij onderzoek om geneesmiddelen voor iedereen te bereiken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Murphy. Tot slot dan de heer Philip Kleijs. Dank u, voorzitter. Ik heb tegen het verslag over HIV en AIDS gestemd. Niet omdat ik er iets op tegen heb dat mensen die besmet zijn met HIV of AIDS de best mogelijke zorgen krijgen. Of dat er meer middelen zou gaan voor het ontwikkelen van geneesmiddelen. Ik heb er wel iets op tegen dat in een dergelijk verslag dingen sluipen die eigenlijk niks te maken hebben met het eigenlijke onderwerp. Ik heb het bijvoorbeeld over paragraaf 22, waar gepleit wordt voor, ik citeer, veilige en legale abortus. Maar nu, de Europese Unie heeft zich niet te bemoeien met dergelijke aangelegenheden. Dit is een aangelegenheid van de lidstaten. En als er lidstaten zijn die geen legale abortus willen, dan moet dat perfect mogelijk zijn. Er wordt terecht in het verslag gepleit voor de eerbiediging van de rechten. Onder meer de privacy van de mensen die besmet zijn. Maar er wordt niet ingegaan op de vraag hoe mensen die te maken krijgen met besmette mensen, zoals artsen, tandartsen en verpleegsters, hoe die kunnen beschermd worden wanneer zij niet op de hoogte zijn van de besmetting van hun patiënt. Het is een kiese zaak, maar het is ook een probleem dat dringend aan bespreking toe is. Ook de maatschappij moet kunnen beschermd worden. Dank u. Gracias. Dank u wel, meneer Kleijs. Nou, daarmee zijn we klaar met de ronde stemverklaringen. En wil ik iedereen danken die hebben gesproken. Dank ik met name natuurlijk vooral diegenen die dat zuinig met de tijd hebben gedaan. Want daardoor heb ik bijna niet...